kijk telkens weer vol spanning uit naar het resultaat van onze funderingen. Het blijft altijd iets mysterieus, want wat ik doe is ondergronds en onzichtbaar. Ik ben Marijke en ik ben projectingenieur. Toen ik kind was, wou ik eigenlijk archeoloog worden. Ik vond het zeer fascinerend om ondergrondse ontdekkingen te doen die gerelateerd waren aan het verleden en op een mysterieuze manier proberen om er een verhaal aan te knopen. Ik vind het nog altijd indrukwekkend om die grote kranen op de werf te zien en zeker hier midden in Parijs. Maar de diepste indruk laat eigenlijk de mensen rondom mij na. Ik bewonder echt hun vakmanschap en hun stijl. We zeggen vaak op de werf, kom, nu gaan we leuke dingen doen. Ik blijf dromen van het buitenland. Het leuke aan het reizen is eigenlijk dat je altijd op ontdekking gaat. Een nieuwe stad, nieuwe mensen, nieuwe mentaliteit, nieuwe manier van werken, nieuwe inzichten. Het ontdekken van andere visies, methodes en culturen, dat is echt verrijkend. En dat is ook wat mij drijft. Dat is echt mijn passie.